sowieso, dit is heel erg moeilijk voor mij. Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat eigenlijk alle 500 vrouwen die jij voornamelijk hebt gekozen, die sowieso wel een bepaalde schoonheid hebben. Begrijp je? Anders staan ze er niet in. Op 5 hebben we dan Gigi Hollanders. Ik weet niet, mooie lach. Ik heb haar naam vaak voorbij, vaak voorbij zien komen en alles. Nou ja, mijn keuze valt daar gewoon op aan. Maar kwam een naamgenoot van me tegen, dat is Elise Drenthe. Op 4 zet ik dan mevrouw Drenthe. Ja, ik denk dat het een leuk blond meisje is. En, voornamelijk omdat ze de naam Drenthe heeft. En ik denk ook toch een leeftijdsgenoot van mij van 30 jaar. Denk ik dat zij sowieso wel in mijn top 5 zou voorkomen. Op 3 zet ik Estrella Pau. Gebaseerd op deze punt, ik denk dat ze gewoon een gemene look heeft. Ik denk dat op het moment dat een vrouw sexy en toch een beetje grof kan uitstralen, ik weet niet, je weet toch, het doet wat met me. Nostli Peralta Alvarez. Ja, Nostli Peralta Alvarez, die zetten we op 2. Op basis van de foto's wat ik van deze vrouw zie, ja, je ziet inderdaad dat ze zeg maar Latino bloed in haar heeft. Kende voor de rest niet, maar gebaseerd op foto's spreekt het me natuurlijk wel enorm aan. Mooie groene ogen, ja, mooi haar, mooie figuur. Ja, ik denk dat haar man wel tevreden is, ja. En dan op 1 moet ik dan toch Joelle Witske zetten inderdaad. Ik weet niet waarom ik zeg Witske. Je weet toch weer... Nee, deze foto pakt mij. Dus toch, in mijn ogen verdient zij die nummer 1. Speciaal voor Vaderdag. Gratis FGM 500 Magazine bij aankoop van een tabakproduct naar keuze.